wat vooraf ging in Until Dawn. It was just a prank, Han. Ja, nog steeds Hannah die wegrent met Beth. We zijn een jaar verder nu. Oh, dan valt ze weer op die steen. De hele tijd als ik dat zie, jongen, dan denk ik echt van... Oh, pijnlijk. Rug. En ze gaan gewoon weer dat leuke tripje doen naar Blackwood Pines in de bergen. Ik hoop echt trouwens dat die Mike en die Matt, dat die gaan vechten. Ja, maar wij zetten ze ook tegen elkaar op, dus gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Echt, hè. En iedereen maakt al ruzie, dus ik weet niet... Ze zijn allemaal alweer uit elkaar nu, hè? Iedereen is iets anders aan het doen. Daarom. De sfeer zit er goed in. Ja. Ik vraag me af waar we nu weer beginnen. Nou, hun hebben dat bord gevonden. Oh ja, dat geestenbord. Ja. Gaan ze geesten oproepen. En die Josh, dat is echt een rare kerel. Ja, klopt. En Jessica was verdwenen. Oh ja, Jessica is hier verdwenen. Je hoort er nog even gillen. Oké, hoofdstuk 3. Okay. Achtervolgd. Je had het nog nooit gedaan, hè? Nee, met zo'n bord. Jij wel? Nou, ik heb het nooit met een echt bord gedaan, maar ik heb het wel eens geprobeerd en er gebeurt niks. Nee, tuurlijk niet. Ik geloof er ook niet in. Maar juist dan gebeurt het, jongen. Ja? Nee. Oh. Maar hun lukt het waarschijnlijk wel. Echt, hè? Gaan ze die zusjes oproepen of zo? Ik weet niet. Denk je? Lijkt me wel. Gaan we een beetje abracadabra doen alsof we er niet in geloven, of? Ja, ja? Doen we dat toch gewoon. Okay. Is anyone there? Ze neemt het echt niet serieus. Je ziet hem ook echt kijken van, vieze vuile bitch, als je nog één keer doet, dan steek je je nek. Ja, die Josh die wordt na, jongen. Ja. Chris. Like a stop sign, peace sign. Anyone there? Wherever there is. Okay. Wait a minute, did you do that? I didn't do anything. Nee, tuurlijk, niemand deed het. Nee, was ik niet, was ik niet. H? Stiekem drukken. What is happening? Are you moving it? H. It's just moving. En P. Help? How are we supposed to help? Tuurlijk. I don't know, what does it mean? Oké, vraag hoe kunnen we helpen of zou je zeggen wie? Hoe kunnen we helpen? How can ja. we help you? It's moving again. Hier, kijk die Josh serieus kijken. War. Ja. Shit. Oh my god. Warning? I think we really need to find out who's trying to communicate with us. Gewoon wie ben jij? Ja. Dus vraag dat. We can't help you if we don't know who you are. Can you tell us who you are? Oké, nu komt het. Here it goes. Wie is het? Ze spelen gewoon het spel, weet je wel. Wie is het? Wie is de mol? Sister. Sister? Who's sister? Oh, come on. Is this for real? Shut up. Ask her who's sister. Josh, it's gotta be. Yeah. Ja, hey, toch wel zijn zusjes of zijn zusje. Ik vroeg mijn hartslag zo. Ja. Oké, wie denk je dat het is? Hannah of Beth? Ja, die... Die Beth was vol op die steen geflikkerd. Ja, maar ze zijn allebei dood, denk ik. Zou Hannah doen? Want ja, zij Hannah is met wel grap, belangrijker. Ja. Ja, ja, denk het ook. Who are we speaking to? Hannah? Hannah Montana? Is that you? Ding. Oh god. Goed gegokt. Josh, are you sure because we can stop? Stiekem heeft hij al zijn hele broek vol. Ja, ja. I want to hear what it says. I don't know where to start. Think about it. If this is actually Hannah, I mean, we can find out what happened that night. Ja. Josh. Nou, wij weten het al. Die doet die ene gek met die vlammenwerper of zo. Of die hakbel, ik weet niet wat hij in zijn hand had. Ja, een mes of zo. Wat is er met jou gebeurd? Ja, zullen we dat gewoon vragen? Ja, vraag wat er is gebeurd. Hannah, we miss you. And we want to know what happened to you. Can you tell us? What happened? B?
B-E-T-R? Uh-oh. I don't like this. Betrayed. What does she mean? Ja, zij hebben haar verraden, toch? K-I... Ja. L-L... Wat spelt ze nou? Geen idee. We didn't kill them. It was just a prank. Ash, calm down, okay? Just... Super dramatisch. Echt, hè? Sorry. What do they mean? Ask them what happened. It's the only way to know. Ask them, Ash. Oké, wie? Oh, wacht, ja. Nou, wij weten dat... dat die vent is. Die vent. Ja, maar ze lieten los, hè. Ze vielen van die berg af. Wie of hoe? Hoe? Ja. Ik denk, hoe is het beste dan? Ja. Want dan weet je ook dat ze achterna werden gezeten door een kerel. Ja. Oké. How did you die? Hannah, what happened to you? Moment van de waarheid. Ja, nu komt het. I. B. The library. Maybe there's something in the library here. B. R. O. O. Proof. There's proof. In the library. Oh, no. Yo. Jezus. Holy shit. Chris. Josh, I don't know what's going on. Wij ook niet. Het is gewoon die smoes zodat hij naar de wc kan. Ja. I don't know if you think messing with me is somehow going to help me deal with my grief or whatever, but this is not cool. Josh, no! You wanted to use the spirit board! Hey, calm down. It's not Ash's fault. I don't need this right now, okay? You guys are full of it. Oké. Okay. Spelbreker. Zo die kerel dat is met gans wordt als die verliest. Ja, ja jongen, je bent alleen maar goed in het spel. En daarom heb je dit spel gekozen. Maar jij wou beginnen met het spel. Ja, zeg je altijd. Loopt hij weg. Weer in zijn broek gepist. Ja. Oké. We gaan naar de bibliotheek. Daar is bewijs. Oh, we zijn weer terug bij Mike. En Jessica. Jess. Oh shit. Yo. Mogen we weer gaan zoeken. Weer door die mijn? Nee. Nee. Gelukkig niet. En gelukkig zijn we daar uit. Maar ja, nu zijn we midden in het bos. Yes. Oké. Okay. Ja? Wat zou jij ervan vinden als ineens je vriendin fucking zo in het bos verdwijnt? Ik zou echt gek worden. Yes. Ik zou er ook sowieso gaan zoeken, maar... Snap ik. Hoe kan zij zo snel weg zijn nu dan? Oh, yo! Wow. Kerel. What the fuck was dat? Een masker of zo? I scared the blue out of my jeans. The hell is that doing in there anyway? Holy shit. Kun je nog... Ga er nog een keer bij. Kun je nog een keer klikken? Ja. Je kan verder niks doen of wel? Nee. Het is echt een raar, zo'n eng masker. Ja. Zat het toch ook in die kelder? Zaten allemaal verkleedspullen toch? Die Chris was toch ook verkleed? Allemaal... Ja. Misschien is dat ook wel vandaan. Ojo, dat zou eng zijn. I totally promise I won't murder you. Oh, yo. Oh my god. Meen je dit? Wat een bitch. Hield zo snel voor de gek. Ja. Oh, dat is echt vies gewoon. Oh, yo. Dat had ik echt niet verwacht trouwens. Nee. Ik dacht echt, we moeten nu weer een lange zoektocht naar Jessica. Echt, hè? Wow, yo. I didn't know you had such a cute little lady-like scream, Michael. Guess you never really... Yo, hij vindt het niet leuk. Kijk hem kijken. Ze stond ja zo meteen vol knock-out. Chagrijnig of gevat. Ja, willen we een beetje die ruzie creëren tussen hen? Nee, we moeten het gewoon niet weer doen, jongen. Vies bitch. Ja, oké. Okay. Duidelijk. You win. It's not a contest. But I do win. Every time. Every time. Whatever you say, babe. Oh. Oh, keep on crying, Romeo. See where it gets ya. Oh. Kijk dan. Dat ding. Infrarood scans overal. Ja, dat is. Die kerel had zo'n brilletje op of zo. Oh. Die vent. Oh, een totem. Die geel. Ja, dat. Wat was het ook alweer? Nee, dat is geluk of zo, of niet? Nee, dat was wit. Dat was een aanwijzing. Dat je doel. Oh ja. Begeleiding, ja. Oké. Okay. Je zag iets met water. Iemand zag je op de rand zitten. Ja. Verder kun je niet zoveel mee. Maar goed. Fijn. Hou daarheen. Ja.
Zouden we al totems hebben overgeslagen die we hebben gemist? Ik denk het wel. Denk je? Ja, gewoon dat die net om het hoekje ergens liggen. Dat kan denk ik wel. We hebben echt bijna alles doorzocht gewoon. Dat is wel waar. Er zijn toch altijd weer een paar die altijd verstopt zitten. Ja, dat is waar. Maar ja, je zal het nooit weten. Jammer dat je niet kan rennen. Jawel toch? Ja, ja, rennen was sneller lopen. Mike is nu helemaal zagrijnig. Ja. Gaan we nog steeds naar die cabin toe trouwens? Ja, hè? Ja. Oh, nooit. Ik gok dat er een wolf komt of zo. Of ja, een beer, weet ja. je wel. Kijk maar, want nu is niet dat rode. Nee. Dat rode zicht. Hier, gooi. Net op tijd. Ja, ja. Oh, joh. Van een hert. Ja, maar die rent weg voor iets anders, denk ik hoor. Wedden? Ik denk het. Nou. Oké. Okay. Go. Trouwens, weet je nog aan het begin met die vogel? Ja. Toen, nee, niet die andere vogel. Nee. dat ze zeiden van ja, soms kun je beter niets doen. Ja. Soms is niets doen het beste. Misschien moeten we dat soms ook een keer doen als we zoiets weer zien. Ja. Kijken wat er dan gebeurt. Oh, we zijn er eindelijk. Hè? Oh, wauw, wat is dit dan voor cabin? What the fuck, jongen. Hier hebben we echt gewoon een dag voor gelopen. Echt, hè? Maar ik wil eens even kijken wat daar is. Maar misschien ga je daar verder. Dat is waar. Dus beter kijken we binnen. Of is dit het nog niet? Misschien is dit het nog helemaal niet, hoor. Ik denk het niet, kerel. Dit is echt een schuurtje. Hoi, allemaal glimmende dingen. Hé, hey, dat is dat ene masker. Oh, doe eens R1. Dan kun je iets verder... informatie. Oude masker. Oh, dit zijn je aanwijzingen. Ah, prima. Oké, laat schrikken. Ja. Ja, laat dat meisje schrikken. Valt ze ineens het water in, ja. Weet je wel. Oh! Oh, het is ook nog echt zo. Oké, die gaat doodvriezen nu trouwens. Nee, nu is het ineens niet eerlijk. Nee, echt hè. Zij heeft het grapjes uit te halen, doen wij het een keer en dan is het gelijk. Nee, ik kan echt niet. You better get cooking. Do not underestimate my culinary jobs. Fixer. Sorry, een goede fix. Is er nog iets in het hutje trouwens? Volgens mij is er nog iets glimmen, maar voor de zekerheid. Dat hebben we al gehad. Maar hier ligt verder niks, toch? Volgens mij niet. Nee. Nee. Oh, ja. Ja, lantaarn. Ja. Mooi hutje. Wow. Dat ging wel heel snel. Tik, 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 tik. Ja, dat is zo kut aan die besturing als je een huisje uitloopt. Ja, omdat de camera verandert. Ja. Dan moet je ook anders sneller gaan sturen. Ja. Precies. Maar het is wel mooi gedaan, vind ik hoor, steeds die camera. Ja, of niet? Oké. Oh, we zijn nog steeds onderweg natuurlijk naar de cabin. Echt, jongen. Dit slaat nergens op. Jongens, gaan jullie heel ver de cabin kijken? Boeie, ja, je moet alleen maar aan de andere kant... Oh, joh. Boeie, joh. Ik schrik de hele tijd van die beesten, maar het is de hele tijd een hert. Zometeen is het echt een wolf of een beer of die kerel. Ja, dan moet je echt gaan rennen. Kijk, nu die rent eerder weg voor jou, maar... Oh, dat beeld vanaf waar het gefilmd is. Die is vermoord. Yo! Dat is een beer. Dat is een beer. Ah. Joh. Dood hem. Serieus. Anders leidt hij alleen maar. Hoe gaat hij dat doen dan? Met zijn zaklamp? Hey, bud. Hey. Oh. Alle mensen die nu op WNF zijn geabonneerd ofzo. Ja. Kijk even weg. Doe je ogen even dicht. Als je niet tegen kan. Jessica kan het ook niet.
Hij trekt zo zijn hoofd eraf. Dat was niet de bedoeling. Oh, yo. Holy shit. Oké, je mag rennen. Zo is er weer die knoppen. Ja, vierkantje. Ja. Oké, okay, het is die kerel. Het moet een beer zijn, zegt hij. Nou, denk ik niet. Kortere weg. Volg het pad. Wow. Ik heb het pad. Ja, dat is wel slim trouwens, maar het is een kortere weg, hè? R2. Omhoog. Go, oh, go, 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 go. Rennen. Oh, de eerste achtervolging. Oké, Het is die cabin, of niet? Ja, denk ik wel. Oh nee, Jessica. Red haar. Help Jessica. Ja, ik heb hem. Oh nee, de sleutel, ja. Moet je dat zelf ook doen waarschijnlijk? Geen idee. Go. Oh, serieus. Als we die sleutel hadden gepakt, dan was Jessica misschien... Ja, dat is waar. Oké. Dat was spannend. Denk het niet. Nee. Er komt zo een gezicht voor het raam in één keer. Nou, die slaan er gewoon doorheen. Ja. What? On the internet. Really? Okay. Well, this isn't the internet, Jess. Right? This is real life. And I promise you that no bear or anything else is gonna open that cabin door. Okay, Mike. Hij zal wel gelijk hebben. Echt, hè? Goeie ouwe Mike. Ah, chill. Made it. This is not the cozy chalet I was promised, Mike. Yeah, it's a bit drafty or something. Oké, kaarsjes aan. Open haard aan. Doe iets, jongen. Maak het in ieder geval normaal. Nu is het echt zo leefbaar. Stof overal. Ja, weer al dat stof, hè? Ze is wel veel eisend, ja. Moet ik zeggen, hoor. My lady. Oké. Snel die... Ik zag het glinste dingetje bij de open haard. De lucifers pakken. Doe het snel. Is de mobiel kwijt? Oh, die ligt buiten. Ja. Toen waren lieten schrikken. In het water. Dat zou kunnen. Ja, of gewoon hiervoor, buiten, toen ze viel. Kan ook. Ja, niet naar buiten. Het was echt belangrijk nu. Echt, hè? Mooi, yo, de vierde in één jaar. Waarschijnlijk is ze rich. Ja. Grey Goose overal. Oké. I just wish you hadn't gotten me completely soaking wet trying to scare me. Kind of a dick move. I'm sorry, Jess. Ja, genoeg gepraat. Gaan ze nog een open haard aandoen of zo? Ja, dat heet het. Toch? Ja, precies dat. Oké. Pak die klote lucifers. Ja, ja, zo moeilijk is dat niet. Schud het doosje. Oké, je kan bij de open haard iets doen. Ja, nou, die gaan we gewoon even aansteken. Ja, dat is belangrijk. Maar dan mag je net als met die elektriciteitsknop. Zo makkelijk is het niet, hè? De rechter stik. Ja, dat doe ik. R2 inhouden. Ja, juist. Dat duurde heel lang. Zij toch, is helemaal niet zo heel makkelijk. Zo trek ik bijna het deurtje kapot. Oh, dat is echt mooi gemaakt, jongen. Hoppakee. Een paar blokken. Oh, oh ja. Oh, vet. Dat is echt mooi gedaan. Tuurlijk, gelijk zo'n groot vuur. Ja.
Dat is dan 5 euro, Jessica. Met beter gaan we gewoon slapen. Ja. Gaan we zoenen? Gaan we dat, dames en heren? Jullie willen het zien, hè? Ik weet het gewoon. Gaan we verleiden? We gaan... Ah, maar wat is er? Nee, we gaan verleiden haar. Maar echt die pussy destroyen natuurlijk. Ja, ja. Hij praat echt onzin gewoon. Ja. Mike, the shutters. What about them? Echt om alle zeiken. Ik heb het koud. Het is een mug. Wesp. Echt hè? I feel like someone's watching us. I don't like it. Yes, really. It's fine. I really don't like it. Okay. Gaat toch niks gebeuren. Boeien, er zit alleen maar iemand buiten.